allemaal en welkom bij TCG & Toys. Vandaag weer een gloednieuwe opening van LOL Doll. Ik heb vandaag weer LOL Pets, Wave 2. We gaan weer verder met de collectie. Hoop, deze heb ik vanuit Intertoys gepakt. Dus ik heb het niet besteld. Ik heb echt Intertoys afwezen zoeken. En het was een bijna volle doos. Bijna volle doos was het. 1 of 2 miste volgens mij. En ik dacht van mezelf, oeh, dan wil ik die... En die. En ik heb er nog 2 vanuit die doos gepakt. Dus hopelijk heb ik ze alle 4. Alle 3 moet ik nog hebben. Ik moet er nog 3. Hopelijk heb ik ze alle 3 die ik nodig had. We gaan deze 2 openmaken. En hopelijk heb ik ze. Begin bij de eerste. 7 surprises. Hier staan ze. Hier staan de wave met Dalmatian op de voorgrond. Begin bij de eerste laagje. We hebben als clue Flashback Friday. Oh nee, dat is een dubbele. Jammer. Ja, het was een risicootje. Dat waren echt... Ik had een beetje door elkaar wezen gooien. Ik heb ze wel gepakt, maar ik heb 1 extra gepakt. En ik weet niet welke het was. Het was deze, waarschijnlijk. De stickertjes. We gaan alleen de doll openmaken. We hebben ze alle 2 al, maar dan kan ik ze straks voorzichtig... Zoals die andere kan ik dan voorzichtig gaan verkopen. Dus we maken alleen de doel open. We hebben ze alle 2 al. Dit gaat er gewoon weer in. Deze heb je niet nodig, denk ik. Dus de zakjes waar buiten alleen de doel open. En welke is het. En het is... Het is Purr Baby. We gaan straks wel kijken wat ze kan doen. Dan kan ik er ook straks bij vermelden. Gaan we eerst naar de volgende. Is dat wel een snelle opening? Ja, dat komt omdat ik al heel veel heb, hè. Mijn selectie wil compleet krijgen. Best in Show. Hey, die heb ik ook al. Theater is dat toch? Best in Shows. Theater toch? Dan maak ik ook alleen maar door openen. Of ik heb echt verkeerd gehoord dat mensen al hebben gepakt. En dat ik zeg, oh kut. Dat was echt een bijna volle doos. Dus ik was heel benieuwd. Maar ja, het kan zijn dat ik net de verkeerde heb gepakt. Nou ja, we gaan weer op zoek dan. Kan ik het niet compleet krijgen. Maar dat maakt niet uit. Oeh, dan gaan we hier ook alleen maar de doll openen. Deze halen we weg, die laten we lekker erin. En wat is zij? En dit is... Oeh, het is Dalmatian. Dat was de enige die ze hebben in Best in Show. Nou, dit is een snelle opening. Maar ja, dat kan dan gaan gedaan. We gaan wel kijken wat ze doen. Pak een badje met ijswater. En dan gaan we kijken wat ze kunnen. Zo, daar zijn we weer. Ik heb een bakje met ijswater gepakt. En dan gaan we kijken wat ze doen. Even mijn lijst bij hebben. Deze heb ik allebei al. Dit is Purr Baby. Ze kan huilen of ze kan plassen. Ze kan niet van kleur veranderen. Wat doet ze? Nee, volgens mij is het een plassen. Ja, ze is een plassen. Is ook leuk als je dit doet. Helemaal leeg halen. Dan inzetten. En bubbelt. Grappig hoor. Dit is in ieder geval een plassen. Dalmatian. Ze kan van kleur veranderen. Is het een kleurveranderaar? Ja, het is een kleurveranderaar. En die heb ik al. Je ziet maar, ze krijgt een hele... Dat zag je al in elkaar. Want dit was al een beetje roze. Kan ze ook iets anders. Meestal kan ze spugen, hè, voor de kleur veranderen. Ja, ze kan spugen. Maar dit zag je al, want dit was al licht roze. Dus dat zag je al, dat die kleur kan veranderen. En deze heb ik al. Ik moet er alleen nog hebben die nog niet kan kleur veranderen. Dus deze 2 heb ik al bij jou. Wil je niks missen, abonneer op mijn kanaal. Want ik plaats elke dag een video update.
En hopelijk zie je de volgende keer met een nieuwe video en een nieuwe update. Tadaan, bye bye.